Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in paper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Welke datum is het, Mick? 25. Oké, het is vandaag 25 mei. En ik heb echt al een week niks gefilmd. Omdat ik de afgelopen dagen een beetje ziek ben geweest. De afgelopen dagen? Nu nog steeds een beetje. En dus als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag dus zaterdag. En ik ben samen met Mick. Mick is nu even zijn haar aan het doen. En ik ben net klaar. En we gaan zo meteen even naar de stad. En dan gaan we daar even lunchen. Het is volgens mij al 12 uur geweest. Dus we moeten een beetje gaan opschieten. We hebben alleen maar in ons bed gelegen. Ik ben al de hele tijd niet scherp. Ik ben ook echt heel erg wit. Het is echt niet normaal. En wat ik aan heb is deze. Zo'n colletje. Die is van Naked. Dit jasje van de Bershka. Grijze broek van de Pull & Bear. En dit. Zo. En Mick en ik gaan dus zo meteen even lunchen in de stad. Mick en ik zijn aan het lunchen bij Dende in Leiden. En wat gaan we eten? Nog geen idee. En we gaan zo ook nog even in de stad lopen, toch? Zo. Ook nog even in de stad lopen straks. Ja, foto maken. Eet smakelijk. Origineel eten. Ik was met Mick in de stad en toen gingen we samen lunchen. En hij is nu alweer naar huis. En ik lig alweer een tijdje in bed. Eigenlijk al een paar uur. Want ik ben dus de afgelopen dagen al echt niet lekker. En ik heb echt heel erg hoofdpijn elke dag. Maar ik vind het zo stom de hele tijd niks om het te laten horen. Het is vorige week dus geen weekvlog online geweest. Voor jullie dan denk ik 2 weken geleden. En ik krijg dan gewoon heel veel berichtjes. En dat vind ik gewoon echt stom. Dus ja. Morgen moet ik even wat foto's maken. Ja. En ik moet leren sowieso. Maar ja. Ik ga in ieder geval even mijn vlog editen. Nog even in bed liggen. En ja. Dat eigenlijk. Het is vandaag zondag. En het is al 00:30. Ik ben gisteren uit geweest met Eve. En volgens mij was het laatste wat ik filmde dat ik zei dat ik echt ziek was. En daarna ben ik toch uitgegaan. Dit is ook nog mijn make-up van gisteren. Het was echt heel erg leuk. Ik was gewoon samen met Eva. En mijn pakketje is binnen van Zavel. Maar ik moet het nog ophalen bij de supermarkt. En ik heb eigenlijk geen zin om er naartoe te gaan. Maar ik haat het echt als het daar ligt. Een soort van. En ik ga vanmiddag nog eventjes werken. Ik wilde eigenlijk ook gaan leren. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. In ieder geval. Ja. Oeps. In ieder geval. Ik ben echt super brak. En ik had eigenlijk niet uit moeten gaan. Maar ik voelde me echt een oma de laatste tijd. Dus ja. En ik ga nu even snel wat eten en wat drinken. En dan ga ik mijn pakketje even ophalen. Want dan heb ik het in ieder geval gewoon. En dat is een pakketje van Zavel. Er komt toch een shoplog van online. En er zitten ook bikinis bij als het goed is. Oké, ik ga toch heel even naar de supermarkt om mijn pakketje op te halen. Dan is die in ieder geval gewoon hier. En dan ga ik daarna mijn spullen opruimen en leren. Nou, ik ben geweest. Maar ik had beter thuis kunnen blijven, want mijn pakketje was er nog niet. Ik vind dat zo irritant. Ik kan dat echt niet aan. Zet dan niet op dat papiertje dat hij er morgen om 3 uur is. Als er niet is. Ik kan het niet aan. Wat ik nu ga doen is mijn kamer opruimen. En dan ga ik leren waar ik echt geen zin in heb. Maar ik moet echt. Het is vandaag maandag. En ik ben net terug van school. Ik had van 8:30 tot 10:00 school. Het is nu ongeveer 10:30. En ik had vanochtend eigenlijk geen tijd om te filmen. Dus ja, ik ben nu thuis. Ik ben nog steeds een beetje ziek. Dus ik weet echt niet zo goed wat het is. Elke keer hoofdpijn. Nu krijg ik ook keelpijn. En ik moet vandaag echt gaan leren. Ik moet ook om 5:00 werken. En ik zou eigenlijk ook vandaag gaan sporten met Mick. Als ik daar energie voor heb.
Dus wat ik nu ga doen is in ieder geval leren. En ik wil vandaag mijn pakketje ophalen, want gisteren was hij dus niet gekomen. Toen lag hij er gewoon niet. En ik hoop nu dat hij er wel is. En ik moet zo meteen ook nog mijn vlog editen. Dus dat zijn nogal wat dingen. Maar ik ga eerst even lekker wat eten. En even wat anders aan doen, want dit zit een beetje strak. Oké, de weekvlog is helemaal geëdit. Hoe lang duurt het nog? Hij moet nu even opslaan. Maar de vlog duurt weer eens 24 minuten. En ik ben heel benieuwd, wat vinden jullie van een lange vlog? Vinden jullie dat leuk? Of hebben jullie liever een korte vlog? Oké, het eerste deel van de samenvatting is gemaakt. Maar de iPad is leeg en ik vind het heel chill om daar mijn boek op te doen. En dan zo de samenvatting te maken. En ik ga denk ik nu even mijn pakketje ophalen bij de Hoogvliet. Ga ik dat nu doen? Maar dan wil ik eigenlijk ook gelijk de video maken. Dus ik weet niet of het slim is. Nee, ik ga het nu wel doen. En heel erg, ik ga denk ik met de auto, want ik heb echt geen zin om er naartoe te fietsen. Dus ik ga nu even dat pakketje halen. Oké, ik ben weer terug en ik heb mijn pakketje opgehaald. En volgens mij is het niet in één keer gekomen. Want ik heb al twee losse pakketjes gehad van Zavel. En je gaat mij niet vertellen dat hier alles in zit. Dus ik kan nog steeds de video niet opnemen. Dat vind ik wel echt heel erg jammer. Maar ik ga in ieder geval alvast even kijken wat hierin zit. En dan zal ik een kleine sneak peek geven. Ik vind dat zo rot wordt, maar ik ga het toch maar even doen. En ik ga daarna weer verder met leren. Oké, er zitten 4 zomeritems in. Zijn er 4? 5. Dus ik wacht nog op een aantal dingen. Ik zit nu die items een beetje te kijken. En ik ben zo blij dat ik een M heb besteld. Want meestal pas ik een S echt makkelijk. Maar sommige dingen zijn zo klein. Dan denk ik echt, als ik dit in een S had besteld, had ik gewoon net zo makkelijk geen video kunnen maken. Het is echt, het is een rokje. Maar ja, dus ik hoop dat ik het allemaal pas. Maar hier komt nog een hele leuke video van online. Ik ben alweer terug van werk. En Mick heeft mij opgehaald. Hey. En we gaan nu samen even naar de zonnebank. En Mick gaat even zijn rug kraken. Wat doet hij dan op deze stoel? Oh, jezus, Mick. Zo. Dat is echt niet gezond hoor. Dus we gaan nu naar de zonnebank. En volgens mij zijn jullie gewoon vergeten hoe Mick uitziet in mijn vlog. Zo lang ben je niet geweest. Mick, aangenaam. En we gaan nu naar de zonnebank. Ah. Au. Het is vandaag woensdag. En het is nog best wel vroeg. Het is nog niet eens 8 uur. 7:30. Ik moet om 8 uur de bus hebben. Want ik heb vandaag een soort buitendag. Voor de basisschool is dat. En wij als pabo-studenten gaan dat begeleiden. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik moet nog even mijn haar doen. En dan ga ik onderweg. Het is in Leiden, Kronenstein, voor de mensen die dat willen weten. En ja, daarna ga ik even lunchen met mijn moeder. En vanmiddag komt, als het goed is, Mick. Dus op zich een hele leuke dag. Gisteren moest ik de hele dag werken en leren. Dus toen dacht ik, ga geen vlog beginnen. Ik had ook geen make-up opgedaan, dus ik had er ook niet heel veel zin in. En dat eigenlijk. Ik heb wel echt vreselijk veel buikpijn. Dus ik ben nog steeds niet 100% beter. Maar ik ga proberen. En ik ga nu nog zo mijn haar doen en dan ga ik weg. Oké, we zijn nu bij de tuin van de Smit. En hoe laat komen die kinderen eigenlijk? Om 8:30 of zo? Ja. Oh, oké. En Flora en mijn klas die dacht dat dat paard daar een ezel was. Nee, die. Ja, oké. Wacht. Ik zal hem even laten zien. Niet dat het dan beter maakt of zo hoor. Hè? Even kijken. Ze dacht dat dit een ezel was, maar dit is een paard. Maar het maakt niet uit. Dit soort fouten kunnen mij ook overkomen. Kijk, en daar is mijn klas. Yay! Yeah. Hoe komen jullie aan koffie? Heb ik een koffie? Nee, daar. Nee, maar Darren heeft chocomel. Jeetje. En hij is niet zoet. Stikzak. Hoe suiker erin gedaan heeft. Het was letterlijk. Gadver. Oké, het is nu 12 uur en ik heb de hele dag de tuin van de Smit bekeken. En we hadden een ontdekkingstocht gewoon met die kinderen uit groep 6 en uit de kopklas, tussen groep 8 en de eerste klas. Dus dat was heel erg leuk.
En ik ben nu bij een restaurant daar dichtbij. En mijn moeder en ik gaan nu even lekker samen lunchen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ja, dat eigenlijk. Dus ik wacht nu even op mijn moeder. En dan gaan we, denk, buiten even lekker zitten. Goedemiddag, heren. Oké, ik ben weer terug van het lunchen. En ik heb echt kapot erg hoofdpijn. Dus ik ga zo meteen heel veel water drinken. En ik had nog een aantal dingetjes gekocht. Die standaard dingetjes van make-up. Die ik nog eventjes nodig had. Even kijken. Maandverband. Zo'n stiftje. En deze. En deze. En ik heb echt iets superleuks. Want ik ga binnenkort een hele grote winactie doen. En daar komen ook dingen van Joy in. Dus hou mijn kanaal ook echt heel erg goed in de gaten. Want er komt echt iets heel erg leuks aan. Dus ja, ik ga nu nog even verder met leren. Ik ben helemaal buiten adem weer. En dan komt Mick naar mij toe. Dus dat eigenlijk. Het is vandaag vrijdag. Ten eerste, let niet op mijn hoofd. Ik heb echt geen make-up op. En ik moest de hele dag werken. Dus ik ben een beetje moe. En gisteren moest ik ook de hele dag werken, dus heb ik niks gefilmd. Maar het is echt super lekker weer. En ik ga zo meteen lekker eten. Vanavond make-up halen. En ik kreeg net een super leuk pakketje. Want altijd als ik weer bij mijn vader kom na een week, zijn er altijd super veel pakketjes. En het is zo leuk gedaan. En ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. Het is niet gesponsord, ik heb het gewoon opgestuurd gekregen. Dus ik ga het even met jullie openmaken. Want ik vind het altijd gewoon echt super schattig als ze dit doen. Oké, de Instagram waarvan ik het heb gekregen zal ik even in beeld zetten. En je kan deze producten ook bijvoorbeeld kopen bij de Big Bazaar. En er zit echt heel veel in. En het is allemaal te maken met skincare en allemaal budgetproof dingen. Al wat leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Het zit echt helemaal vol. Ik ga het even snel aan jullie laten zien. Als eerst zit er een micellair water in. Om je make-up mee af te halen. Er zitten watjes mee. Dan heb je hier de nieuwe producten. En volgens mij zijn dit dus allemaal gezichtsmaskertjes. Dus dit ga ik sowieso wel in mijn weekvlogs testen. Al wat leuk. Er zitten allemaal van die snoepjes in zo'n zakje van die hartjes. En er zitten nog meer face... allemaal gezichtsmaskertjes in. En dit zijn er 4. Een peel-off masker. Deze zit er nog in. Berry mix. En nog één. Super leuk. Er zitten make-up doekjes in. Er zit een masker in. Maar het is peel-off masker met glitter. Echt heel erg leuk. Jeetje, het is echt heel erg veel. Een face wash. En nog 2 dingen. Oh, 3 dingen zelfs. Een sheet mask. Nog één. En nog één. Nou, hier kan ik wel even mee vooruit. Dus dit is allemaal wat erin zit. Ik ging dus kijken naar dat glittermasker. Kijk hoe vet. Ik wil deze zo graag een keer proberen. Dit ga ik sowieso in de volgende weekvlog laten zien. Ik ga nu even snel een ander maskertje opdoen. Middag en... Oké, okay, laat maar, dit kan ik echt niet. Is gewoon goeie. Wat? Wat niet? Goedemiddag, zaterdagmiddag. Oké, het is vandaag zaterdag en Mick en ik gaan nu naar de stad toe. Het stukje wordt er gewoon zo uitgetipt. Dus. Nee, ik laat het er wel in. Het is wel schattig. En we gaan naar de stad, we gaan naar Den Haag en dan gaan we daar even kijken in de winkels. Wat? Ben je Corfu? Dit heeft Mick aan en dit heb ik aan. Beetje warm, maar ja. Het is lekker fris en fruitig, lekker zonnetje schijnt en jij lekker rijden. En bedankt. Oké, Mick en ik zijn op het station, want we gaan voor het eerst met de trein. We gaan niet met de auto, maar met de trein. Ik zit van als je met paard en wagen gaat of zo. Dus, wat vind je ervan? Nou, ik ga elke dag met de trein en met de trein. Dus ik vind het niet heel erg of zo. Oké, okay, en we gaan ook nog even lunchen in Den Haag. Nou, lunchen? Ontbijten? Jezus, ik heb honger. Dat is niet normaal. Ik ook. Je hebt nog gegeten. Een beetje vla. Eet smakelijk. Die van mij is een beetje gek. Oké, Mick en ik zijn nu bij je komen. En ik heb net echt iets heel leuks gekocht. Ik film is schat. En ik ga nu een Stone Island shirt passen. Kan je echt niet aan nu. Sorry? En ik heb dus een nieuwe tas gekocht. Mick heeft hem voor me gekocht. Ik heb hem voor gekocht, ja. Maar jij hebt het shirt al zo vaak gepast hier. Niet deze. Jawel.
Nee, toch? Ja, wel. Maar zo is anders. Nee. Mix dat heel hard zo arm. En ik zit weer in de trein. Ik ga natuurlijk echt net zitten gapen. Sorry? Nee, je zonnebril af. Nee. Oké, en wat er dus gebeurde toen we denk ik 10 minuten in de stad waren. Toen zei Mick opeens tegen mij, voel je dat ook? Ja. Toen poept er een vogel. Op mijn haar. En hier zo op zijn shirt. En hij had ook echt een lichtblauw shirt aan. Polo. Lichtblauwe polo. Dus toen hebben we snel dit shirt gekocht bij de H&M. Ja. Want ik vind deze leuker dan dat hij net aan had. Ik niet. En we hebben ook nog net even een envelop gekocht bij de Action. Want ik ga dus nu wel echt mijn spullen verkopen via United Wardrobe. Maar vergeet nog even een ding te vertellen, hè? Want ze is zelf ook ondergescheid. Ja, broek. Op mijn broek. Even mee. En ik heb een nieuwe tas. Oké, ik heb even iets anders aangedaan. En Meek en ik zitten nu op het balkon. En ik zal nog even laten zien wat ik van Meek heb gekregen. Wil jij mij filmen als ik het openmaak? Yo, ik ben echt heel wit, hè? Nee, pas wel mee. Ik vind het gewoon eng, hè, om dit open te maken. Maar ik ben veel te bang dat het kapot gaat. Je moet iets dichterbij houden. Ruik. Echt leer. Dat is wel echt zo. Hij is wel echt heel erg mooi. Wacht, ik ga hem even omdoen. Ik ga het even laten zien. Wacht, deze moet even zo. Kijk, ik kan hem zo. Vind je hem mooi? Echt heel mooi. Echt heel mooi, hè? En we gaan zo meteen, gaan we eigenlijk hier eten? Dat kan toch? Kijk, ja, ik vind het prima. Waar heb je zin in dan? Hij wordt dan, oh hij wordt op maandag dan bezorgd. Maandag? Ja. Ze dus hebben bezorgd dan niet op zondag gehad. Stond er? Dus krijg je maandag. Er stond dus ook mogelijk zondag te doen. Nee? Stond er echt, ik zie het. Mick en ik zijn weer in Den Haag. Want Mick wilde persen. Andere keer graag. Oh ja, dat is toch ook goed. Toch? Oké, okay, want Mick wilde per se een Stone Island shirt. Dus die heb ik nu als cadeau aan Mick gegeven. Yes! En ja, dus we gingen om 19:30 weg en om 20:00 sloten bij Kort. Dus zijn we heel snel met de trein gegaan. En we gaan nu even een ijsje halen. Ben je blij? Ja. Oké, top. Waar moeten we heen? Zo. Dus we gaan nu weer met de tram naar Centraal. Oké, kijk. Dit is het nieuwe shirt van Mick. Vind je hem mooi? Heel mooi. Het klinkt een beetje, hè? Ja, maar dat vind ik juist mooi. Oké, ik was de vlog aan het editen. En er was geen einde, zoals altijd. Wat had ik daarna? Volgens mij was het laatste dat ik met Mick was. En dat ik die tas had gekregen en hij dat shirt. En daar zijn we echt super blij mee. En ik zal ook nog een fotootje hier plaatsen, want ik had een sieraden opgestuurd gekregen, heel lang geleden. Alleen, ik heb het toen gefilmd, alleen ik ben toen het filmpje kwijtgeraakt. Misschien heb je het ook al op Insta voorbij zien komen. Ik heb het toen in mijn story geplaatst. Maar ik zal het ook nog eventjes in beeld plaatsen, dan kan je daar een kijkje nemen. En dan zie ik jullie volgende week maandag om 4:00 weer bij een nieuwe video.